Goedemiddag kijkers, welkom bij Auto Sieran. U heeft een Ford C-Max op benzine gevonden met extreem weinig kilometers en een nieuw kenteken. Dat wil ik u graag uitleggen. We hebben deze auto gekocht van Alphabet Lease. Alphabet zit door heel Europa, moet ik zeggen. Deze komt van een Belgische vestiging. Dat betekent dat die auto één bereider heeft gehad, dat die auto perfect is onderhouden bij de dealer en dat we de volledige servicehistorie erbij hebben. Met die servicehistorie kunnen wij de kilometerstand garanderen en kunnen we schadeverleden uitsluiten. Dit checken we allemaal vooraf en we krijgen legio foto's van de auto, dus we hebben daar gewoon een heel duidelijk beeld van. Als de auto dan binnenkomt, dan gaat hij naar de werkplaats, wordt hij technisch ingenomen. Mocht er iets niet goed zijn met de auto, wat niet vermeld is tijdens de verkoop, kunnen we dat verhalen op de leasemaatschappij. We zijn dus gewaarborgd van een goede auto. En gezien het feit dat hij nu op kenteken staat, betekent dat de BPM-afdracht etcetera is gedaan. Dus dit is gewoon de all-in prijs. 60.000 kilometer, natuurlijk uniek. Auto keurig netjes. Hij heeft een tweetal insteldeukjes hier zo, moet ik even zoeken. Hier zo, die gaan eruit. En verder is die gewoon basis uitgevoerd. Dus als u zoiets hebt van, joh, ik zie daar allemaal niet zoveel in die elektronica, ik gebruik het toch niet. En het kan alleen maar kapot gaan. Ja, dan is dit voor u de ideale auto. Je hebt een betrouwbare EcoBoost motor met bijna 100 pk. Ja, die is lekker zuinig. Je hebt een mooie hoge instap. Ook de versnellingspook zit mooi hoog. Deze auto is altijd bij dezelfde dealer in onderhoud geweest. Nou, het is gewoon de standaard gemakken. Heeft hier elektrische ramen, spiegels, boordcomputer, radio, cd. Ruimte achterin. Isofix voor een eventuele kinderstoel. Kofferruimte. Dat is natuurlijk lekker ruim zo'n auto. De tire repair kit is compleet. Omdat hij wat basis is uitgevoerd, kunnen we deze auto natuurlijk ook heel scherp aanbieden. En de kilometerstand is natuurlijk prachtig. Hij is verder echt keurig, de deukjes gaan eruit. Voor de rest staat het gewoon een spoed als nieuwe auto. Maak je wellicht wat minder kilometers, heb je nu een diesel. Zeg je, joh, ik werk tegenwoordig 3 dagen thuis, ik heb niet zo vaak een auto nodig. Is dit wel een hele geschikte opvolger? Doordat hij relatief licht is, is hij dus goedkoop in de wegenbelasting, is hij lekker zuinig. Ja, en door de kilometerstand, waarschijnlijk de komende jaren weinig tot geen onkosten. Wil je proefje komen maken, ben je van harte welkom. Wij ruilen dus, als gezegd, voor de diesel nog wel graag in. Dat voor ieder auto dan ook. Om daarvoor eventjes in de lucht met wat foto's of wat informatie, maken wij een voorstel. Wanneer we het voorstel uitspreken, kunnen we een breeding doen. We kunnen hem vooraf rij klaarmaken dat je kunt kopen met voorbouw van bezicht van proefrit. Je kunt een proefrit maken op locatie. Wat doe ik maar prettig vind. Informeer gewoon eens naar de mogelijkheden. Maar dit is echt een keurig nette, kloppende auto. Die gewoon rechtstreeks van de leasemaatschappij afkomstig is. Wil je de historie nog even inzien? Stuur even een appje of een mailtje. Dan krijg je dat in pdf-formaat direct van ons terug. Bedankt voor het kijken. Hoi!